De zware storm zorgde donderdagmiddag op veel plaatsen voor overlast. Voor de vrijwillige reddingbootbemanning van reddingstation Harlingen was het een prachtige kans om een zwaar weeroefening te houden. De vrijwilligers van de KNRM kunnen op ieder moment van de dag onder alle weersomstandigheden worden opgeroepen om mensen in nood op zee bij te staan. Om tijdens een serieuze reddingsactie bij zware omstandigheden goed voorbereid te zijn, werd donderdagmiddag geoefend op de Waddenzee. Dit is weer, dat zegt je wat natuurlijk, hè? Nou gebeurt er wat. Zeker dat je harde wind en er wordt een dik tij water voorspeld, dus dit is wel wat. Dus vandaar dat de jongens dan ook even uit zijn om even te oefenen met die boot. Want dit is de zaak even testen natuurlijk. Dan kan je weer zien wat er allemaal gebeurt en wat goed gaat. Gelukkig hoef je niet vaak uit te varen bij dit soort weer. Nee, meestal niet. Hè? En al om deze tijd van het jaar al helemaal niet. Dan heb je de stormen natuurlijk meestal in de winterperiode. En dit is ruimschoots voor de tijd aangekondigd. Hè? Wel een paar etmalen voor de tijd. Dus je kunt wel zien, de Vlielanderboten of de eilanderboten die varen niet eens. En van de rest, af en toe komt er een viskotter binnen. Maar van de rest heeft iedereen wel een haven opgezocht. Dan zal het wel rustig blijven. Wat gaan we doen? Nou, even buiten de haven, even een stukje seahandling, even mooie zeetjes opzoeken, even manoeuvreren met de boot. We moeten wel even vastleggen op de volgende plaats. Ja, doe maar Dirk. Daar gaat hij. En weet je wat het is met dit weer? Dat zijn alle mensen van de KNRM die worden dan een beetje kriebelig. Hè? Dus wie kan, om zijn werk natuurlijk, want het zijn allemaal vrijwilligers, zo is het wel. Maar wie kan, en wie vrij kan nemen, die gaat nog toch even naar het boothuis toe. En eens even zien wat er allemaal precies gebeurt.